allemaal. Goedemorgen, het is vandaag maandag 30 mei in mijn hoofd. Ja, 30 mei, het is 8:58 en ik heb Sterren net naar school gebracht. En ik had vanmorgen zoiets van, ik ga vandaag een dagje vloggen. Nou heb ik de afgelopen weken niet zoveel video's gemaakt, maar ik had er gewoon geen zin en geen tijd voor en geen ideeën. Inspiratieloos zoals ik vaker ben. Dan ben ik te druk met artikelen schrijven en denk ik, oh ja, video. Nou ja, ik denk dat mist niemand. Maar ik heb de afgelopen weken echt enorm veel berichtjes gekregen via Twitter, via Instagram en via Snapchat wanneer ik weer een video ging opnemen. En ik had echt zoiets van, zijn er mensen die mijn video's missen? Maar ik ben dus vandaag aan het vloggen, maar ik heb hem heel veel op een statief neergezet omdat ik met mijn grote camera delen film en met mijn iPhone 6S, kijk eens naar mijn hoesje, gaaf hè. Maar die voorcamera vind ik toch net wat minder, dus ik denk voor de stukken dat ik in beeld wil komen of wat dan ook, pak ik de grote camera, maar die is te zwaar, dus ik dacht ik gooi hem even op een statief. Maar ik ga dus vandaag een dagje vloggen, gewoon thuis, ik moet echt werken, mijn werk is maar vloggen, dus ik moet straks echt even aan de bak. Ik heb 3 dagen niks gedaan bijna, dus dat moet ik even inhalen. Ik had geen zin, dat heb ik vaak. Als ik geen zin heb, dan doe ik het gewoon niet. Dat kan ik bepalen, dus dat doe ik dan. In ieder geval, leuk dat ik gewoon weer even lekker tegen jullie aan kan kletsen. En ik hoop dat jullie dan zo'n vlog binnenshuis, want ik ga vandaag niet weg, waarschijnlijk. Waarschijnlijk klinkt nou iedereen weer weg. Kijk, maar ik ga vandaag niet weg, ik heb geen plannen, dus misschien wel. Ik heb echt geen idee, het ligt er een beetje aan. Wat wil ik nog? Oh ja, ik ben vorige week woensdag, dus dat is bijna een week geleden, begonnen met Weight Watchers. En dat is niet gesponsord, dat betaal ik gewoon elke maand nu zelf. En ik dacht, ik ga dat eens proberen, want ik moet echt die kilo's kwijt. Dat is gewoon zo. En ik was vorige week bij de huisarts en die vertelde, Bianca, je bloeddruk is echt gewoon veel te hoog. Gecombineerd met jouw PCOS en alles. Het is gewoon niet gezond en ik moet dat rustiger aan gaan doen. Dat vind ik wel heel moeilijk, want dan denk ik, ja. Dat kan ik niet, want ik moet alles gewoon zelf doen. Ik moet zelf geld verdienen, centjes verdienen. Ook heb ik dan een vriend, zeg maar. Ik wil zelf ook centjes verdienen. Voor mijn gezinnetje zorgen, het huishouden, mijn dochtertje. De sociale leven dingetjes. Dat ik echt denk, oké, hoe combineert iedereen dit? Ik moet daar even een planning voor verzinnen. Daarvoor heb ik een heel gaaf nieuw notitieboekje gekregen van Netflix. Hartstikke gaaf, maar daar wil ik dan een planning in gaan maken. Maar ik ben begonnen met Weight Watchers. En daar wil ik jullie met de vlogs. Ik weet niet of ik ook wel gaan vloggen of af en toe ook een beetje mee op de hoogte houden hoe dat werkt. Dus als jullie vandaag denken van, goh, wat komt er veel eten voorbij of veel gezond eten of waar heeft het over met punten, dat heeft te maken met Weight Watchers. Dus mag ik zo zeggen, kijk gezellig mee wat ik vandaag in huis ga doen. Ik ga werken en dat je internet gewoon mega slow is. Geen idee wat er nou weer aan de hand is. Hij laat heel langzaam. Het is bijna 10 uur en omdat ik vanmorgen een heel licht ontbijt op heb, ga ik nog even iets eten om aan de punten te komen. Ik heb van Weight Watchers 35 punten per dag die ik op moet maken. Je mag eigenlijk geen punten overhouden, maar als je kijkt naar gisteren had ik al 9 punten over. Daar, dus dat was niet zo heel goed. Nou ja, wel goed, maar ik had gewoon geen honger meer. Dus we moeten eigenlijk op. Vandaag heb ik nog 32 punten over. Dus ik ga even wat eten en ik heb de Jumbo magere kwark met yoghurt en appelkoneel. En die doe ik dan even scannen. Je hebt dan zo'n scanner. En dan moet je de barcode scannen. En dan vindt hij hem. En per 100 gram is het 1 punt. Er zit nog, als het goed is, iets van 250 gram in. Dus dan heb ik 2-3 punten. Dit wordt dus niet gesponsord, maar ik denk dat het even uit. En er zit appeltjes in, en er zit rozijntje in, en weet ik wat, dat vind ik wel lekker. Met de weegschaal. Aurora, ik heb nu wel een beetje trek gekregen. Ik laat zo zien wat ik vanmorgen heb gegeten, maar dat was een beetje een soort van veelachtig iets. Waar zit ik? Oh. Grappig. Ik heb gisteren 250 gram, of hoeveel zit erin? Ja, gisteren 250 gram, het is een bakje van 500 gram. Gisteren heb ik 250 op en er zit nu maar 200,4 in. Waar is de rest dan? Moet dit dan 50 gram zijn? Ik weet niet. Ja, kan wel. Er zit nog genoeg in. Dus dit en dan een glas water erbij en dan
kan ik tot 1 uur, tot ik ga lunchen, ongeveer wel door. Maar dit is dan, oh ja, wel 250 gram. Oh wacht, dus de lepel natuurlijk erbij. Nee, 210 gram. Dus dat. En dan ga je naar de app. En dan kies je op selecteren. Voor dit middel gebruiken. En dan met portie ga je naar 210. Even kijken maar. 210. Heel gram. En dat zijn dan... Oh, ah, dat zijn 3 punten. Prima. Voedingsmiddel gebruiken. Dat. En dan heb ik nog 29 punten voor de rest van de dag. Dat red ik wel. Wordt trouwens niet gesponsord hoor. Maar even laten zien. Ik heb... Gisteren ben ik aan het bakken geweest. Hi. Ben ik aan het bakken geweest. En heb ik... bananenbrood muffins gemaakt. En die zijn hartstikke lekker. Maar ze zijn lekker. Ze zijn voedzaam. Ze vullen echt heel goed. Zo'n cake is maar 1 punt. Ik heb vanmorgen 2 cakes op 2 punten. Hartstikke lekker. Vult goed. Maar weinig punten. Dus vandaar dat ik nu nog een bak yoghurt toe. Wat het nadeel is. Ik heb het in papieren vormpjes gedaan. En dit papier blijft hier plakken. En dan ben ik echt een half uur bezig om het eraf te pulken allemaal. En dan hou ik bijna niks meer van het cakeje over. Dus mijn tip, als je bananenbroodmuffins gaat maken, doe het even in een siliconenvormpje. Want dat wip je er zo uit, maar die heb ik niet. Dus die ga ik van de week nog even halen. Maar goed, ik ga eten. Eet smakelijk! Ik kreeg net een mailtje dat mijn bestelling onderweg is. En eerst had ik echt geen idee wat voor pakketje dan onderweg is. Maar toen keek ik hier vanmiddag. Dus meestal komt hier rond een uur of tussen 1 en 2. En dit. En toen zag ik dit. Body and Fit Shop. Yay. Nog meer spulletjes. Om lekker gezond bezig te zijn. Ik heb wat dingen besteld. Maar die laat ik straks wel zien aan jullie. Dat is ook het voordeel van vloggen. Jullie zien eigenlijk alles het eerst. De pakketjes, de spullen en zo. Het is eigenlijk een sneak preview van wat er op de site komt. Goed toch? Je weet dat je te veel besteld hebt. Als je nog geen 5 minuten na die mail die ik net liet zien. Nog een mailtje krijgt tot de bestelling die ik heb geplaatst bij Tijdloos. Voor mijn reisservies. Ook onderweg is. Dus jee, het gaat goed met mijn shopverslaving. Helemaal niks aan dat. Ik geef echt niet te veel geld uit. En ik koop echt bijna nooit wat. Ik heb mezelf net even een beetje opgemaakt met het nieuwe Essence Touch Up To Go One For All Beauty Bloggers Secrets Palette. Geen idee voor wie het is. Het staat binnenin. Maar dat laat ik wel zien in de review. Maar... als je deze tegenkomt voor 3 euro nog wat. Ik heb hem van Essence opgestuurd gekregen. Normaal ben ik niet een heel groot Essence fan. Meer een Catrice meisje. Maar koop hem gewoon. Gewoon kopen. Voor die paar euro. Echt goed budgetproof palet. Dan denken sommigen misschien van dat ik hiervoor betaald krijg. Of wat dan ook. Misschien ook niet. Maar waarom is dit palet nou zo goed? Ten eerste. 2 blushes. Oh, 2 blushes. Een roze en een koraal peachy-achtige blush. Je kan hem los gebruiken van elkaar. Of je kan het een beetje met elkaar mengen. Super gepigmenteerd. Dan naar het tweede pareltje. Dat is deze oogschaduw. Dat is een glans oogschaduw. Een highlight oogschaduw. Maar ik gebruik hem ook voor op mijn wangen en zo. Om echt te highlighten. De oogschaduw zelf zijn moi. Ze zijn niet slecht. Maar ze zijn ook niet super goed. Gewoon redelijk. En er zit daar een balm. En die kun je mixen met een van die kleurtjes. En dan heb je een... niet met de bruin. Ja, kan ook maar. En dan heb je een soort lipglossje. En ook al dacht ik dat dat een hele geprut zou worden. Ik heb het even met dit een beetje gedaan. Dus het valt mee. En het resultaat is gewoon een leuk glossje. Alleen wat ik jammer vind is dat dit niet afgedekt is. Dus er kan allemaal poeder in komen. Maar ja, voor 3 euro nog wat. Wat kun je verzeuren. Er zit een spiegeltje bij. En het is van die dame. Volgens mij een Duitse blog. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik ken haar niet. Maar... het is een leuk paletje. En ik ben ook heel erg benieuwd naar die van Serena. Dus die zal ik misschien van de week of zo even gaan halen bij de Kruidvat. En die laat ik dan ook even zien. Dit is mijn lunch. Ik heb 2 snitjes bruinbrood. Dat zijn 4 punten totaal. En dan zit er 70 gram Vitella op. Die zat bij een healthy box. Maar die kun je bij de Body Fit Shop kopen. Dit is echt super lekker. Het smaakt gewoon naar Nutella eigenlijk. Alleen dan een stuk gezonder. En 70 gram is 3 punten. En dan heb ik nog een gezonde snack groene paprika. Dat zijn 0 punten. Dus ik heb 7 punten.
En dan, ik denk thee of wat water, maar dat is allebei 0 punten, dus dat weet ik nog niet. Voor 2:30 zou er een pakketje worden bezorgd, wat ik had laten zien van Body & Fit Shop. Het is nou 2:50 geweest en raad eens wat er niet is bezorgd. Er weer thuis is! Sterre is het thuis. Volgens mij heb je een hele, hoe heet dat, warme, vermoeiende dag gehad, of niet? Ja. Een beetje rood. Gaan we je spulletjes opruimen? Oké. Ik sta ondertussen de eten te koken. Ik heb een salade gemaakt voor mezelf met macaroni, augurk, magere knakworstjes, 100 gram appel en een halve rode paprika. En deze salade is volgens mij 11 punten uit mijn hoofd. Dan heb ik er nog 7 over voor vanavond voor het drinken en zo. En daar hou ik waarschijnlijk wel weer wat over, maar niet zo heel veel. Maar dit dus. En Roy krijgt aardappeltjes en vis uit de oven. En Sterre krijgt ook nog een beetje vanille met vis en een beetje aardappeltjes. Yes, het pakketje is er. Een boxen maar. Nu doen? Naar beneden. En dan? Naar Roy kijken. Wat is Roy aan het doen? Voetballen. Op de PlayStation, hè? Ja. En wat gaat mama zo klaarmaken als ik beneden ben? Watermeloen. Lekker toetje. Ja. Dus, nou, ik ga maar en even... lekker gezond. En lekker gezond, ja. Nou, ga maar verder met wat je mee bezig was. Ik ga bezig. Let niet op de rommel. Ik heb net gedoucht alweer. Vanmorgen ook. Maar ik plak helemaal door de benauwdheid. Ik ga even mijn huidverzorging doen. Wij gaan nog even verder genieten van ons watermeloen. Toetje, of niet Sterre? Ja. En dan is het de avond. Gaan we avond houden. Sterre gaat straks naar bed. Roy en ik gaan lekker bang hangen. En meer niet. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om je gratis te abonneren. En ja, tot ziens. Wat zeggen we, Sterre? Duimpjes omhoog. Doei!